ben heel erg op zoek gegaan naar iemand waarvan ik dacht, nou, die heeft een toffe stijl. Dus ik heb heel wat zangjuffen opgezocht en op YouTube ook opgezocht en geluisterd en zo. En toen kwam ik bij Corla. Nou ja, en je weet hoe ze zingt en dat is helemaal te gek. Dus ik dacht, ja, dat, daar wil ik wel les van. Dat klinkt zo te gek. Alright? Weet je, soms weet je zelf niet goed wat je nog nodig hebt. Mm-hmm. En niet iedereen kan dat eruit halen. Weet je, niet iedereen kan dan de vinger erop leggen. En Corle kan dat wel heel goed. Die kan precies zeggen van, nou, daar zit volgens mij een pijnpunt. En dan gaan we met oefeningen gaan we daar aan werken. En dat helpt je echt heel erg voor. Zeker, zeker, zeker. Veel beter, right? Ja. Ja, kijk of je bij Love is and all. Ja. Kijk of je nog meer... En ze laat je ook niet makkelijk ergens mee wegkomen of zo. Dat je kunt niet ergens je tussendoor van, nou ja, is dat wel goed? Nee, dan nog een keer, nog een keer, nog een keer. En dat vind ik wel echt een verschil met de vorige zangje. Dan was het al van, nou ja, het klinkt wel goed. Het is goed zo. I was standing at the harbor. Ships were sailing out. One of them blew his horn and I heard somebody. Corla heeft me geholpen om mijn stem beter te ontwikkelen. Juist ook doordat je zelfvertrouwen krijgt, krijg je ook veel meer kracht in je stem. Maar ook de verschillende stemtechnieken. Ze kan het heel goed uitleggen. Ze doet het voor, ze laat het horen, ze heeft allerlei charts, of ze tekent het uit, ze laat muziekfragmenten horen, ze heeft allerlei tools voor je. En daardoor verbeter je vanzelf. Van Corla was eigenlijk meteen, nou ja, bijna liefde op het eerste gezicht, zeg maar. Ik gewoon, je voelt je op je gemak, ze is enthousiast en ze stimuleert je en houdt je erbij. En, nou ja, meteen dat je denkt, oké, hier word ik beter van, zeg maar. Mm. En ja, dus zij gaat me helpen. Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. Cause they done convicted me of crime. Ja, ik denk gewoon de zanglessen hebben ervoor gezorgd dat technisch gezien dat ik echt zoveel beter ben gaan zingen. Ik heb ook veel meer lef. Ik durf ook wat meer mezelf te uiten en zo, een beetje gek doen. En ja, ook geleerd om meer performance en zo gericht te zingen. En ja, ik ben als zangeres denk ik ontzettend gegroeid. Als je me had gevraagd 2-3 jaar geleden van, ja, zie je jezelf ooit op een podium staan, had ik gezegd absoluut niet. Maar nu ben ik zo ver gekomen dat ik denk, ik ben nu bezig met mijn scriptie te schrijven. En als dat klaar is, dan wil ik wel echt serieus op zoek naar een bandje waar ik muziek. Voor het eerst les kreeg hier had ik nog niet zoveel verwachtingen eigenlijk. Ik dacht, nou, ik ben gewoon benieuwd wat Corla doet en hoe CVT werkt. Ik had daar al wel wat dingen over gelezen. Toen dacht ik, nou, dat kan misschien wel helpen. En dat was eigenlijk ja, gelijk heel fijn. Ik vond de techniek heel goed werken en de manier hoe Corla werkt ook heel prettig. Leuk om te kouden. Ja, ja. Wat Corla heel goed doet is dat ze vanaf eigenlijk het eerste moment samen een hele veilige en fijne sfeer creëert. En ook heel gezellig. En ze doet bepaalde oefeningen waardoor je ja, je op je gemak voelt. En ja, ik vind dat wel heel goed dat ze dat zo doet. En dat merkte je ook aan de groep dat iedereen heel positief was naar elkaar. En niet zo van, oh, die noot, nee, die ging niet zo goed. Maar van, oké, kom op, je kan het. En heel erg supportive. Dus ja, ik zou het zeker aanraden.